Wessel Jansema. Welkom, meneer Jansema. Ja, wat is er nou precies gebeurd? U zou naar Rusland gaan. U zou daar een landbouwbedrijf beginnen. 37.000 voetbalvelden groot. Nee, hectare. Oh, hectare. Ja, ja, maar dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Nee. 2-3 voetbalvelden en hectare, geloof ik. Nee. Oh, dan is het verhaal. Oh, dan is het alweer minder spannend. We hebben het dan over. Ja. Kunnen we het ergens anders over gaan hebben? Laten we wel wezen. Het zou een heel groot boerenbedrijf worden. Ja. U zou lang wegblijven in Rusland, maar u bent na 3 weken alweer thuis. Nou, dat lang wegblijven, dat kan ik ook nuanceren. Dat zou dus iedere keer periodes van 3 weken en dan een week thuis, ja, en dan weer 3 weken. Toch was het de bedoeling dat u, zeg maar, zo'n, ja, beetje tot met de herfst daar aan het werk zou zijn. Ja, maar dat meest teleurgestelde boeren in de provincie, dat valt ook wel wat mee. Gaat u nou het hele verhaal ontkrachten, meneer Jansema? Gaat mij niet vertellen dat u dat het hele plan is niet doorgaan, dat u de volgende dag alweer fluitend op de trekker zat. Ja, dat klopt inderdaad. Oh ja? Ja. Ja, ook mijn zoon die had dat bedrijf al werkzaamheden, dus ik ben daar naadloos weer ingevallen. Ja, maar even voor de kijkers die niet weten wat er gebeurd is. U zou naar Rusland, wat zou, ja, u daar gaan doen? Nou, ik had dus via wat kennissen een groep van Zweedse investeerders hadden mij benaderd. En die vroegen of ik het opzetten van het bedrijf wat zij daar overgenomen hadden van Russische zijde, wat wou begeleiden. En daar heb ik op een gegeven moment ja op gezegd. Dus ik ben 3 april vertrokken naar Saratov-regio. Dat is aan de Wolga, wat zuidelijker dan waar ik voor een paar jaar terug zat. Mm-hmm. En daar zijn we begonnen met de zaak te inventariseren. Wat trof u daar aan? Twee goed geleide bedrijven vanuit het verleden. De Russen die hadden zijn goed voor elkaar. Als ik inlichtingen vroeg op het kantoor, dan hadden ze binnen 5 minuten de gewenste cijfers op tafel. Ja. Dus organisatorisch zat het bedrijf goed in elkaar. Alleen de financiën, dat was een probleem. En de Zweden die hebben dat opgekocht en die willen daarmee verder. Maar ja, die mensen die hebben daar 2 cent de vierkante meter voor gegeven, dat is €200 per hectare. Dat is natuurlijk niet zo bar veel. En in de hoop dat die grondprijs dus rap stijgt, krijg ik nou de indruk. En ik heb het idee dat ze het dan weer gaan verkopen. Oh, daar is op zich ook niks mis mee, hoor. Dus het waren gewoon speculanten eigenlijk? Die indruk die krijg ik er steeds, ja, meer op. Want kijk, als je nou achter u kijkt op die foto's. Ja, we kunnen de foto's ook inderdaad op de andere. Oh ja, die zijn ook aan de andere kant zeker. Maar daar, ik heb dus 3 van deze trekkers die daar lopen van bijna 600 pk dus klaargemaakt. We hebben de zaaimachines heb ik mee aan meegeholpen. Daar waren Nederlander die dat geleverd heeft, daar 3 van die machines. Ja. En dat hebben we dus klaargemaakt. En toen het aan zaaien toe was, dat wil zeggen, we hebben dus een paar dagen nog gezaaid met de mensen. En toen ben ik dus weer vertrokken. Op welk punt dacht u van, dit wordt hem niet, ik ga weer naar huis? Nou, kijk, ze hebben dus voor vorig jaar al in combines geïnvesteerd. Ze hebben nu dus in nieuwe trekkers en nieuwe werktuigen voor het zaaien geïnvesteerd. Alleen, men was niet van plan om in het gewas te investeren. Dat wil zeggen, als je dus graan zaait en je geeft er geen stikstof en fosfaat en kali aan. Nou, die laatste 2 zijn nog niet dus zo belangrijk, maar zonder stikstof groeit er niks. Een vuistregel is dat je per ton tarwe 25 kilo stikstof nodig bent. Ja, laten we niet in detail gaan treden. Maar toen u inderdaad merkte van dat er niet geïnvesteerd ging worden in hetgene waar het eigenlijk om draait, dacht u van dit. Nee, dan is het een project waar je nooit geen eer aan kunt behalen. Hè? Kijk, als je gaat discussiëren over 10 of 15 kilogram stikstof op een hectare, terwijl dat er dus eigenlijk 100 op moet, om maar wat te noemen. Ja. Dan zeg je van ja, nou, dit is een project waar ik dus mee niet meer, geef mijn portie maar aan Vicky. Ja, daar komt zo'n beetje op neer dan, ja. Hoe reageerde het thuisfront toen u weer thuis, toen u weer klop? Die waren blij dat ik weer thuis was. Nou, dat scheelt. Ja. Ja. Ja, want dat vroeg ik me nog af. En dan komt u weer thuis. U zou eigenlijk in Rusland aan het werk gaan, maar er was volop werk weer thuis, begrijp ik. Ja, nou ja, mijn zoon die werkt samen met zijn zwagers en wij hebben dus ook een groot bedrijf, alles met elkaar. En daar is altijd wel wat te doen. Ja. En de boer ploegt er voort? Ja, dat doe ik op het ogenblik wel, ja. Oké, bedankt, meneer Jansema. Graag gedaan.